Mij werd ooit gevraagd om voor een gedicht al mijn vooroordelen over de anderen kunnen op een rijtje te zetten. En het daaruit ontstaande gedicht heet Gebruiksaanwijzing. Haar in geheimtaal opgestelde handboek, vol schemerige regels en taboes, heeft waar je het register zou verwachten nog ruimte voor wat bittere notities. Denk niet dat je het raadsel op kunt lossen of op de tast laverend in de nevel van onuitgesproken marsbevelen geroutineerd haar tenen kunt ontzien. Zet haar op een voetstuk en ze zal proberen je op armlengte te houden. Geef haar de ruimte die ze hebben wil, ze trekt zich in een hoekje terug en zwijgt. Verongelijkt en in de steek gelaten, ontstemd als een verwaarloosde piano, waarvan als je erop zou durven spelen, je prompt een deksel op je vingers krijgt.